We gaan weer vertrekken. En uit Elks, of Eltje, maar dan in de natuur, dat gedeelte. We hebben een hele leuke tijd hier gehad. Mooi wandelgebied ook. Heel leuk om te verkennen, met ons autootje ook. En waar gaan we heen nu? Ja, daar waar de wind ons brengt. En aangezien er heel weinig wind staat, zal het niet zo ver zijn. Nou, we zijn aangekomen bij een buitenliggende parking van Villa Goyosa. Voor ons een redelijk strategische plek, want we kunnen lekker met het autootje naar Benidorm. Nou, dat zie je hier in de verte liggen. Nou, verte is heel dichtbij. We gaan lekker naar het strandje met Tip hier. Dat is op loopafstand. En dat is natuurlijk heerlijk voor hem en voor ons ook. En we gaan nog wat boodschapjes doen, waaronder een internetkaartje dat we weer video's kunnen maken. Ook in Spanje regent het wel eens natuurlijk, hè? Ja, voor de slechte Pasen. Voor de hele slechte Pasen. Ik heb al gelezen dat er zelfs processies zijn afgelast. Vooral in het zuiden, nog meer naar het zuiden, Sevilla en zo. Gewoon vanwege de wind en de regen. En dan moet je... Ik ga even de andere kant zien, moet kijken hoe het weer is. Het ziet er niet best uit, hoor. Bouwput. Ja, als we het slecht hebben, dan hebben we het ook echt slecht. We gaan naar Benidorm zo. Best zin in. Het valt best wel mee met de regen, dus we gaan het gewoon proberen. En we gaan eerst nog even langs een winkelcentrum bij Finistrat. Omdat we daar wat spulletjes voor Tip gaan bekijken of we wat kunnen kopen. Wat voer, en we willen nog een soort stretcher voor hem kopen. Dus dat gaan we doen. Daarna even naar het centrum. Nou, dat gaan jullie wel zien. Wat ik ook nog even wilde zeggen, ik zat vanmorgen nog even mijn boekje te bladeren. We zijn 11,5 week onderweg. We hebben 5600 kilometer gereden tot nu toe. En we hebben nog maar 2 betaalde parkings gehad. En dat was die in Santiago en in Nerja. Nou, dat wilde ik even kwijt. We lopen door de dierenwinkel. En Tip heeft zelf wat uitgezocht. Wat heb je daar? Een broodje hamburger. Ja jongen, dat valt niet mee hè. Nou. Wat doen we daarmee? Ja, hij heeft hem al uitgezocht. En we nemen we mee, Tip. Bedankt, Jan Burger. Is dat voor Tip? En Doodje is eventjes deze winkel hier geschoten. We gaan het wandelgedeelte in bij Benidorm, maar het ziet er druk uit. Het is ook druk, maar ook erg gezellig. Maar het is in ieder geval een feest dan. Ja. Doodje is een winkel ingeschoten, die zijn we even kwijt. Ik werd net aangevallen door dat hondje. Wat gebeurde er nou, Rick? Hè? Wat gebeurde er nou? Ah, je hond die viel hem aan. Opeens. Uit het niets. Ja, ik kon het toch niet nalaten om toch even de drone mee te nemen en omhoog te gooien hier in Benidorm. Omdat het zo'n fascinerende plaats is. Je moet je voorstellen dat het inwoneraantal van Benidorm is, ik heb gelezen, iets van 66.000 inwoners. Dat kan je vergelijken met een plaats in Nederland zoals Berg op Zoom. Dat is ongeveer even groot. Maar in de zomer loopt dat aantal op naar 500.000 inwoners.
En als je nagaat dat bijvoorbeeld Den Haag is ook ongeveer 550.000 inwoners. Ja, dan is dat toch wel ook heel bijzonder. Het is natuurlijk ook een van de bekendste badplaatsen van Europa. Dus het blijft toch altijd leuk om Benidorm te bezoeken. Hele leuke middag in Benidorm. En wat heb je, wat voor moois heb je aan Do? Dat is het resultaat uit Benidorm, onder andere. Past een beetje bij de bloemetjes. Ja, leuke kleuren. Ja. En bij mijn schoenen. En uit de zenia van vorig jaar trouwens. En wat hebben we nog? Oh, het was wel leuk gisteren op de boulevard. Hebben we nog even staan kletsen met Hans en Patrick, volgers van ons. Heel gezellig mannen. Vandaag gaan we weer iets heel anders doen, namelijk met de kleine camper, de Fiat, gaan we een toertje achterland doen. Ja, ik heb er nog niet heel veel over gelezen, maar ik weet alleen dat het heel mooi is en kleine weggetjes en we gaan het wel zien. We rijden door een dorpje met een zeer moeilijke naam. Hoort het hoos aan? Villa Joyosa. Villa Joyosa. Ik heb daar zo moeite mee. Heel karakteristiek dorpje. Ja, ook een moeilijk woord. Goeiedag zeg. Hey. Met allemaal van die gekleurde geveltjes. Heel mooi om te zien. Dat is één. En maar eerst gaan we nu de natuur in. Wij reden net door dat dorpje daar. Prachtig dorpje. Ziet er oud uit, maar het is eigenlijk een soort nieuwbouw. En weet je wat? Het barsten van de Nederlanders. Want wij reden er met de Fiat in en we werden door iedereen aangesproken. Ja, en weet je wat ook heel apart is? Dat zie je vanaf deze kant niet, maar aan de achterkant van het dorp zit nog een heel stuk, ook met van die huisjes, wat onaf is en niet bewoond. En dat schijnt volgens de bewoners al 10 tot 15 jaar zo te zijn. Dat is doodzonde. We zagen net dat gebouw hier achter mij. En we gaan even iets illegaals doen. Ligt in de natuur. We denken dat het een soort klooster is, wat gesloten is. Maar voor dat klooster heb je geweldig uitzicht over de bergen. Illegaal, ja. Omdat het afgesloten is met een ketting. Je kan er eigenlijk officieel niet in. Maar we doen het stiekem toch. Kijk wat er gebeurt. We dachten het ergste wat ons kan overkomen is dat we weggestuurd worden door een monnik. Doe alvast een beetje voorbereiden. Ja, een monnik die stuurt ons niet weg, joh. Het is Pasen. Ja, dan moeten we wel gek lopen als dat gebeurt. Het Ido is al in dik in overtreding. Ja. En Tip ook. En Tip ook. Nou, ben benieuwd hoor. Mooi. Prachtig. Ja, je voelt natuurlijk wel aan je water wat ik nu ga doen, hè? Er staat weer te veel in. Gemaakt hier. En ik weet nog steeds niet wat het is, maar misschien is het wel een oud klooster geweest. Daar lijkt het op. Ja, en opeens staat er een busje voor het hek. We gaan eens even kijken wat dat is hier. Nou, dat busje, dat was wel oké hoor. Dat waren mensen die hadden 7 honden. Ja. Helemaal gek voor Tip. En die vonden alles prima. Dus die kwamen hier uit de bij buurt. De kliko. Even de kliko gevuld hier. Ja, we zijn weer net vertrokken uit Villa Joyosa en gaan hier eventjes alle service doen bij deze pomp. Alleen, het is een beetje een rare
serviceplek, zodat Rick wel even de Fiat af moet koppelen. Kijken of we hier een beetje ertussendoor kunnen, Zootje. Ja. Nu gaat het goed. Zou dat te doen zijn of zo? Ja, het lijkt net, hè. Weet je, het lijkt net alsof dit een beetje opgeruimd is. Ja. We staan op de parking in Moreira. Ja. Vanmorgen vertrokken uit Villa Goyosa. Nou, even service gedaan, hebben jullie gezien. En nu hier, vrij druk. Ja, eigenlijk maar 40 kilometer rijden of zo. Ja, 50 geloof ik. 50, ja. Dus we zijn niet echt heel erg opgeschoten. Nee. En we gaan even de omgeving checken. Het kaartje voor de telefoon was niet gelukt in Goyosa. Oh nee, die was gesloten gisteren. Dus we gaan even naar Kalpen. En even één dingetje, normaal staan we op de parking. Maar die is nu vrij druk en dan mag je hier eigenlijk niet staan. Maar er stonden hier nu op dit onverharde gebied zoveel campers. Hebben we hem hier maar gezet. Ja, en staan gelijk goed voor de markt natuurlijk. Van aanstaande... Vrijdag. Vrijdag. Kijk maar. Vertel. Ik kan vertellen dat de kaart voor het internet is gelukt. Ja. Maar de Vodafone winkel was dicht. Yep. En zijn we bij een Orange winkel geweest. 20 euro hebben we nu 100 giek voor een maand. Een hele aardige jongen en die sprak heel... Het was een Fransman, die sprak heel goed Frans uiteraard. Ja. Dus, en hij vond tip heel leuk. Dus, en dat gaan we nu vieren, dat we die kaart hebben. Met een tapasje in Kalpen aan de boulevard. Je moet altijd wat te vieren hebben, hè? Even kijken of Rick en Dood thuis zijn. Nee, ik zie de auto niet staan. Nee. Alt is er wel. Ja, Alt is er wel. En zoals jullie inmiddels wel gewend zijn van ons, is als we ergens zijn dat we even wat dronebeelden maken. Deze keer is het Moreira. Stadje aan de kust, op zich niet heel erg bijzonder, maar het ligt gewoon wel heel mooi. Je zit vlakbij Kalpen, dat zie je dadelijk aan je rechterkant als ik een beetje doorvlieg. Kijk, daar heb je de rots al. Je rijdt er eigenlijk zo naartoe, het is denk ik een kilometer of 14 of zo. Ja, en ja, dit is de camperplaats, op zich niks bijzonders, een grote parking. Er wordt iedere vrijdag een hele grote markt gehouden, beren gezellig. Ja, het water is hier ook prachtig helder blauw. Je zou er zo een duikje in willen nemen. Het is misschien nog iets te koud, maar wij staan hier in ieder geval met heel veel plezier. Nou, geniet nog maar eventjes van de beelden. En dan gaan wij dadelijk weer lekker op pad. We zijn op pad met Fiat en we hebben besloten vandaag dat vandaag staat niet in het teken van natuur, maar in het teken van horeca. Nou, we zagen namelijk allemaal al leuke zaakjes van, oh, daar kunnen we leuk vanmiddag wat drinken. En we gaan nu onderweg naar Altea, omdat we daar nog nooit geweest zijn. En we vinden dat er over het algemeen te weinig horeca in de vlog zitten. Ja. Dus doen wij dat gewoon. Ja, er moet meer geld uitgegeven worden aan horeca. Zo is dat. Vinden wij. Nou, later. We zitten nu in Altea op de boulevard. Echt, echt een prachtige boulevard. Leuk om te wandelen. Prachtige kerk daarboven. En natuurlijk een mooie boulevard. En dan als je doordraait, zie je daar weer... Is dat weer de rots van Kalpen, Rick? Is dat weer de rots van Kalpen? Ja, dat is het.
Dat begint al goed, Doodje. Waar zitten we nu weer? Ja, in Altea of Boulevard. Dag van de horeca. Ja. Met een tournesol. Oh ja, leuk. Een beetje Frans tintje dan. Stap 1 is een glaasje heerlijke lichte rode. En voor tip hebben we ook een droge witte water. Stap 2. Het voorgerecht. Garnalen. En een stukje stokbrood met aioli. Zitten inmiddels bij stap 3, dacht ik. 2 toch? Nee, 2 was het. Of 2? 2. Ja, 3. Even bij de les blijven, Doodje. Ja. Ik heb een geitenkaassalade. Lekker. Vind jij de Caesar, denk ik? Ja. Waar zitten we, stop? Als laatste. 4, 5. Geen idee. Lekker espresso. We zijn nu bij Altea boven, dadelijk bij een pleintje met een mooie kerk. Rick zegt, ik ga even kijken of ik hier nog mijn drone omhoog kan gooien. Dat is mooi, ja. Hè, boven. Prachtig. Even kijken wat ze kunnen filmen hier. Wat een leuk plaatsje. Dit verwacht je echt niet. Dit is dus Altea boven. Ja. Eigenlijk een paar kilometer van de kust. Waanzinnig leuk. Wat een uitzicht ook. Ja, en hierboven bij de kerk heb je een ongelooflijk mooi uitzicht. Je ziet daar zelfs Benidorm liggen. Prachtig pleintje, hè? Hier weer zo'n uitzicht naar de Middellandse Zee. Ja, het is werkelijk. Echt heel mooi plaatsje, had ik echt niet verwacht. Stap 6. 7? 6. IJsje. Nou, dit is stap 8, maar die is alleen voor Rick. Ja, het is niet zo dat ik heel de dag ijs eet. Nee. Maar ze hadden hier salted caramel. Ja. Zie je niet vaak hier. En ik denk, ja, dat kan ik niet laten liggen natuurlijk. Slechts één bolletje. Ja. Onze tip wordt uitgelaten door de buurman. Met zijn hond Whisky. Tip luistert nog beter. Ja, we staan nu in Denia. Weer de andere kant van Morera. Vanmorgen eerst lekker koffie gedronken met buurman Ad en hond Whisky. Ja, en nu even Denia in. Nou, had ik toch stellig de indruk though, dat we gisteren de horecadag hadden. Ja, we hebben hem verlengd. Oh. Het is een verlengde dag van de horeca. Hele mooie salades. Nou, inderdaad. Lekker hoor. Ook naar Ibiza. Ja. We zijn een beetje aan het twijfelen wat we doen. Mooi hè? Dit is van rotzooi gemaakt uit de zee. Ja. Leuk bedacht. Vandaag gaan we even naar de gezellige markt in Morera. En waar het altijd druk is, is bij de kippenkar. Ja,
Het is nu al wat later, dus het is nu niet meer zo heel erg druk. 'S Ochtends is het eigenlijk het drukste. Het is nu denk ik 1 uur. Nou, na die drukte van de markt vanmorgen, komen we nog eventjes terug op het verhaal Ibiza. Ja, we zijn nog even gaan kijken op internet hoe duur het zou zijn en of het kan. Ja, het kan, maar we gaan het om 2 redenen niet doen. We vonden het ten eerste te duur. We kwamen al gauw aan 1000 euro voor de overtocht retour. En we kunnen Tip, die mag niet bij ons aan boord en hij mag ook niet in de camper blijven. Je moet dan hem in een kennel doen. En ja, dat doen we niet. Gaan we niet doen? Nee. Misschien een ander keertje als het op een andere manier kan. Ja, we zijn nou, Doodje, vertel het maar. Gisteren waren we op de markt van Moreira. Dan hadden we iets gezien bij een kraam. En die man zei, ik sta morgen in Kopen en dan neem ik de goede afmetingen mee. Want we wilden graag lopers voor in de gang in Frankrijk. Joh, even harder praten. Ja. Praten we hebben dus nu lopers gekocht voor onze gang in Frankrijk. En die gaan we zo ophalen. Want hij heeft ze klaar liggen. 3 stuks nogal liefst. Ja. Ik ben nogal wat van plan. Ja, aardig wat meters. Nou, de buiten is binnen. Ja hoor. De lopers weer voor à la France. Ja, leuk voor in de gang. We gaan terug van Kopen nu naar Moreira. We rijden de hele tijd met onze autootje. Dat is zo makkelijk, wil ik even zeggen. Al die plaatsen hier in de buurt. Ja. Dat is ook de reden dat we soms ook wat langer ergens blijven staan. Omdat we dan de regio gelijk verkennen. Ja, we zijn nu alle kanten op geweest. Ja. Maar morgen gaan we toch echt wel weer vertrekken hoor. Ja. We kregen nou echt wel weer de kriebels. Het is mooi geweest. Maar dat gaan jullie niet meer zien in deze vlog. En jullie krijgen nog de route van Do. Yo. Yo. En dan tot slot de route die hoort bij deze vlog. Tot volgende week.